Een hele goede, ja, wat zullen we zeggen, donderdagmiddag. Het is vandaag aardig rustig geweest vanwege de regen, dus ik verwacht dat het nu wel wat drukker gaat worden. Maar ik probeer al een paar keer live te komen en dan gaat de telefoon, dan komen de klanten binnen en dat is wat lastig. Maar goed, we zijn nu live, dus ik wil een aantal dingen aan jullie laten zien die deze week zijn binnengekomen. Dus ja, ik vind het leuk als jullie meekijken. Dus ik draai even het schermpje om. Even kijken. Schermpje omdraaien, zei ik. Ja, allereerst legt hier iets op tafel wat een beetje uitleg vraagt. Dus dat ga ik even uitleggen. Ik heb hier een heel mooi spul. Van Studio Light zijn natuurlijk die hele mooie albums uitgekomen. Album Dice. Met ook heel mooi leather sheets. Maar ja, dat zijn enkelvoudige... Even kleurtjes. En kijk eens wat ik heb gevonden. Dit is ook gewoon een leather sheet. Alleen dan op een groot vel. En zo heb ik er twee. Hoi Saskia. En zo heb ik er ook eentje met bloemen. En dit zijn dus ook gewoon leather sheets. En die kan je ook gewoon uitstansen. Dus dat leek mij iets leuker dan al die bruine journals. Alleen ja, dat is, het is aardig groot en het valt moeilijk op te bergen. Ik dacht dat ik het kon vouwen, maar dan krijg je kreukels. Dat had ik al met eentje geprobeerd bij mij thuis. Dus ik heb het nu opgerold leggen in de winkel op een rolletje. Het is iets dikker leer dan hierin zit. Maar het snijdt en stanst wel. Hier zit natuurlijk ook gewoon leer in. Nou, ik denk, oh, nou, het is gelijke dikte. Dus dat valt mee. Maar dan krijgen we iets mooiere, kunnen we nog mooiere... journals maken. Ik had ze in september al gespot op de beurs. Ik denk, ja, ik moet even wachten tot we echt dat leder kunnen gebruiken en er ook iets met ledermallen zijn. Nou, dat zijn er dus, want die is geschikt voor je journal. Die is geschikt voor een journal. En dan neem ik jullie heel even mee naar de tafel van Art bij Marleen. Hoi Margreet. Margreta. Kijk, ik heb hier achter in de winkel een extra tafel erbij staan, want dit is Marleen 5.0. En Marleen heeft deze stans. En ook dit is voor een journal, jongens. Kijk eens. Dus we hebben nu al drie stansen waarmee je gewoon heel snel met leder kan stansen. Met papier kan stansen. Uiteraard legt alles van Marleen hier. Ook die hele mooie penselcases, jongens. Die zijn echt heel groot. Ze zijn gewoon 35 centimeter lang. 15 centimeter hoog. Dus het is echt geweldig. Wij hebben al haar papier, het reispapier, al apart verpakt. Zodat jullie die gewoon ook rustig zo mee naar huis kunnen nemen. En kunnen kopen. We hebben al haar stencils op z'n kop gelegd. Want dit leek mij iets makkelijker dan alle stencils zo te verkopen. Want dan zie je net niet wat erin zit. Hebben jullie al gezien dat ze ontzettend gave stickers met ontzettend leuke teksten heeft? En wat dachten jullie van deze? Een art journal, maar dan als harmonicaatje. Dus je gaat elke keer een bladzijde opschuiven. Hey Davy! Kijk je ook mee vandaag? Dat is wel heel gezellig. Ik zie je van de week vast wel weer een keer in de winkel, Davy. Nou, we hebben de stempels uiteraard maar even een draairekje teruggehaald, want dat waren heel veel mooie stempels. En ook de dies hangen hier op tafel. Ook deze is super leuk, jongens. Dit is een tech album. Je gaat alles zelf in elkaar zetten. En nog leuker, er zit dus ook gewoon hier al twee rolletjes witte wasi-tape bij. Om te natuurlijk je boek te binden. Dit is een stans. Hier zit dus gewoon een stans bij in, hè? Een cutting die. Die zit hierbij in. Dus voor €14,95 dit hele pakketje is eigenlijk geen geld. En je kan er een heel leuk album van maken. De boekjes zijn weer leuk. Het is echt een te gek gave serie. Heb ik die gelijk gehad? Dan neem ik jullie gelijk toch weer even mee naar de voorkant. Want ik heb deze week iets nieuws binnen gehad. En ik pak ze gelijk maar even op. En ik neem ze even mee naar de tafel, denk ik. Dan kan ik dat even aan jullie laten zien. Want we gaan opruimen. We hebben heel veel van deze bakjes kunnen kopen. Daarom zijn ze nu €7,95. Dit is dus een losse bak. Althans, dit is een bak met 14 bakjes. En al die dekseltjes kunnen per stuk los en dicht. Ik heb er thuis al eentje in gebruik. En ik moet zeggen, het werkt super. Dus je maakt er eentje los. Je kan hem zelfs dan nog omflikkeren. Je kan ermee doen wat je wil. Dus dit is gewoon een hele handige bak.
14 bakjes aan één. Maar we hebben ook deze hele gave binnengekregen. Dit zijn de Craftmates. Want ik weet dat er een heleboel van jullie met borduren met kralen bezig zijn. En aan diamond painten. Dit is een map. Die zet je zo in de kast. Maar als je hem openmaakt, zitten hierin 4 van die rekjes. Die je er gewoon los uit kunt halen. Dus 4x7. Dus ruimte voor 28 verschillende kleuren per doosje. En dit zijn allemaal losse deksels. Maar er zit een beveiliging op. Je moet deze namelijk goed inklikken. En dan kunnen die dekseltjes pas los. Eerder kunnen je deksels niet los. Dus ik moet even kijken of ik dat met 2 handjes moet ik dat doen. Tot die tijd blijft alles dus extra. Ik kan dus nu doen wat ik wil. Maar ik kan dit niet openmaken omdat ik dit niet aangeklikt heb. Dus dit zijn ook weer. Alleen, je ziet het al. Iets kleinere versie. Maar het werkt bijna allemaal op hetzelfde manier. Dichtmaken gaat wel. Maar openmaken gaat niet als je de zijkant niet inklikt. Dus je moet die zijkant inklikken. En dan kan je hem zo openmaken. Dus je kunt gewoon per kleur open hebben staan. Je kunt meerdere kleuren tegelijkertijd open hebben staan. Net hoe jullie willen werken. Laat ik dat voorop stellen. En het voordeel is, als je ze kwijt wil of op wil bergen. Je kunt ook nog opschrijven wat erin zit. Dus echt een heel leuk mapje voor het opbergen van. Normaal zijn deze sets, schrik niet, €22,95. We hebben een leuke deal weten te maken. Dus bij ons zijn ze €12,95. En deze zijn normaal €9,50. En ook hier hebben we alle leuke actie op zitten. Want ze zijn nu €7,95. Dus jongens, echt een must have als jullie willen opruimen. Even kijken, ik heb de art bij Marlien al laten zien. Ik heb het leer al laten zien. Nou, dan ben ik eigenlijk al een heel end, denk ik. Nou ja, goed, er is nog een nieuwe serie uitgekomen van de Pierrots. En dit heet Petit Pierrots, dus de Lidl. Oftewel, Petit staat voor klein, klein. Dus een serie met kleine Pierrotjes. Leuk, hè? Ik vind ze echt wel weer heel schattig. Dus als je nog een kaart moet maken voor Valentijn, wat morgen is, dan kan je nog even snel naar de winkel rennen. Want deze zijn wel heel erg leuk. Uiteraard zit er ook weer een sheet bij. En daar zitten ook altijd plaatjes, teksten en nog 2 hele mooie achtergrondvellen. En ze hebben dit keer een peperdolboek. Peperdolboek, zo hoor ik je zeggen. Ja, een trekpoppetje. Dit zijn de trekpoppetjes. Het enige wat je zelf nog moet toevoegen, en dat staat hier ook, zijn je splitpennetjes en je touwtje. Dus, en dit zijn de 3 kaarten die je er dan mee kan maken. En dan heb je dus een trekpoppetje. Gaaf, hè? Leuk idee, hè? En dan zitten de kaartkarton zit erin, je achtergrondje zit erin. En, nou ja, en het materiaal om de trekpoppetjes te maken zit erin. Het enige wat je dus nog zelf moet toevoegen is je bret en je touw. Maar echt heel leuk om een keer iets anders te doen. Uiteraard zijn er ook hele mooie dies in deze serie. En wat dachten jullie van deze ballonnetjes? En die kunnen natuurlijk bij alle Pierrots, maar ook bij alle andere Vale felicitatiekaarten. En deze is ook wel heel erg leuk. Want dit is een leescirkel. En hier kan je een lintje doorheen halen. Kijk, er zitten gleufjes in. Dus hier kan je echt een lintje doorheen halen. Dan is er nog een leuke stempelset. En met deze stempelset zit zo in elkaar dat je ook zelf een trekpoppetje kan gaan stempelen. Dus dat scheelt ook weer. En uiteraard, kijk eens jongens. Een heel leuk blokje met hele mooie papiertjes. Nou, die passen natuurlijk bij alle Pierrotjes. En de hobby, nieuwe hobby en zo is uit. De nieuwe hobby en zo, nummer 5 alweer. En daar zie je heel veel voorbeelden van de Pierrotjes. En dit keer zit er ook een super leuke goodie bij. Ja, het is echt te gek. Dit is één stempel die erbij zit. Maar het is voor alle jaargetijden. Dus kerst, herfst, lente, zomer. Dus één set en alles zit erin. Hier kan je eindeloos mee combineren. En die stempelset die krijg je gewoon gratis bij dit blad. Hoef je niks anders voor te doen dan alleen maar de hobby en zo te kopen. En dan heb je die gave stempelset. Als ik naar deze stempelset kijk en ik moet hier een waarde aan hangen, dan denk ik dat dit een set zou zijn van 12, 13 euro. Als ik me niet vergis, het zal nog wel eens duurder kunnen zijn. Dus dat is het zeker waard om dit blad te kopen. In het blad vind je ook een paar hele leuke knipvellen die je gratis krijgt.
en achtergrondvellen. Dus blad is zeker de moeite waard. En natuurlijk hele mooie voorbeelden. Dus zeker de moeite waard. Even kijken. En dan heb ik denk ik alles al gehad. De bel gaat ook weer. Dus ik ga het even omdraaien. Ik ga het even afscheid nemen. Ik zeg tot volgende week allemaal. Dag allemaal. Doeg.